Hoi! Vandaag ben ik weer met Kim. Het is echt een eeuwigheid dat wij een video hebben. Ja, echt heel erg. De laatste was ergens in juli 2015 of zo. Dus we hebben elkaar laatst geappt en we zeiden we moeten echt weer een keer een video met elkaar gaan opnemen. Dus here we are. Here we are, yeah. Ja, ik kwam eigenlijk laatst op een heel erg leuk idee. Ik weet niet of het al bestaat, maar we hebben het de Pinterest Challenge genoemd. Ik heb eigenlijk op Pinterest allerlei soorten tutorials opgezocht. Dus haartutorials, nail tutorials. Daarvan heb ik er één uitgekozen en die gaan wij proberen na te doen. We moeten vaak in een bepaalde tijd een DIY of een tutorial doen. En dan gaan we gewoon kijken wie het de beste heeft uitgevoerd. En die heeft uiteindelijk een punt. Dus uiteindelijk komt er ook een winnaar uit. Yeah. Laten we gewoon beginnen. Yes. Het eerste wat we gaan namaken is een DIY. Ik heb eigenlijk geprobeerd om het de meest simpele uit te kiezen die er was. Dit is hoe die eruit ziet. Dit willen we namaken. Hiervoor heb je een wc-rol nodig en stiften. Ze gebruiken hierbij ook een soort van pasta of zo. Nou, dat hebben wij dan weer niet. Het idee is dat we in 1 minuut deze DIY na moeten gaan maken. En degene wie het beste heeft nagemaakt. Kim zet de timer aan. Wij hebben hier de foto met degene die we moeten namaken. Ready? Start. Kut. Het gaat namelijk mis. Nee, je hebt de zwart. Nee, nou ben ik echt al de lul. Oké, wacht. Lijkt er niet eens op. Ja, maar ik zat nog een heel stropdasje bij. Hou op. Ja. Fuck. Hallo. Dit zijn ze geworden. Bij mij ging het hier al mis. Hij is hier gescheurd. Dit moet een strikje voorstellen. Strik en een strot. Die van jou lijkt echt zoveel meer. Voor jou is wel netter, vind ik. Dat wel. Ja, maar ja, die van jou lijkt gewoon meer. Ja, het is gewoon zo. Je hebt als een scheur hierin. Oké, I'm done. Oké, dat was de DIY. Nou ja, goed. Ik sta er bekend omdat ik echt verschrikkelijk in ben. En zelfs dit kan ik niet normaal. Dus 1 punt voor Kim. Oké, het volgende is een haartutorial. Hier ga ik dan weer echt heel slecht in zijn. Nou, zeg maar, ik ben niet goed in dingen doen met mijn eigen haar. Ik ook niet. Het was eigenlijk heel erg moeilijk om een goede te vinden, want ik heb kort haar en Kim heeft krullend haar. En dat is echt gewoon 2 haarstijlen die moeilijk zijn om tutorials over te vinden. Maar dit is degene die ik heb gevonden. Het heet ook wel de Game of Thrones braid. En het houdt in dat je dus 2 vlechten maakt en die aan de achterkant maak je daar een soort van 1, ja, braid van of zo, vlecht dus. Ja, ik vind hem best lastig. Hoe lang willen we hierover doen? 2 minuten. 2 minuten. 3, 2, 1, go. Kut. Godzang. Alleen al een vlecht maken in zo'n korte tijd. Ik kan het niet hoor. Ik kan niet vlechten eigenlijk. Oh, blijf zitten alsjeblieft. Auw. Ik kan dit echt niet vlechten zonder spiegel. Hoe lang hebben we nog? Nog 1 minuut. Maar ik heb nu al verloren, weet ik nu al. Kijk, jij hebt een hele mooie vlechten. Hele mooie vlechten. Bij mij zie je niet eens dat het een vlecht is. Nou, moet je ze dus nog? Ja, maar zij deze over elkaar of zo? Ja, maar ik heb geen lang haar hiervoor. Dat lukt niet. Ik ook niet. Oh mijn god, dit lijkt helemaal nergens op. Oké, dit is die van Kim. 2 vlechten. Dit is het mooiste. Ja, die is wel mooi gelukt inderdaad. Ja, maar dit is een beetje snel gegaan. Oh ja, en dan de achterkant? Nou, want ze horen over elkaar heen te vallen, maar dat is mijn haar te kort voor. Dit is die van mij. Hier. Deze kant is minder goed voor je oor. Oh, dit vind ik echt zo lelijk. Hier aan de achterkant. Maar dit, mijn haar is hier ook te kort voor, dus ik kreeg ze niet over. Maar je hebt wel mooie vlechtjes. Oké, nu weer eruit halen. Maar is het net zo, bij die tutorials lijkt het altijd heel makkelijk, maar als je het dan eenmaal gaat doen... Ja, dan denk je echt van wat de hel. Ja. Oké, wie is de winnaar? Ja, jij. Ik? Ja, want ik kan echt gewoon niet vlechten. Mijn vlechten zijn gewoon, die zien er niet uit als een vlecht. Dat is een of andere klit. De laatste, en ik denk dat die ook wel het meest uitdagend is, is een nageltutorial. Dit is degene die we hebben gevonden. Hij ziet er op zich redelijk simpel uit. Maar dat weet ik niet dat hij dat is. Hoeveel minuten hebben we hiervoor? Moeten we een hartje uitknippen in plakband? En het op onze nagels doen? En denk dat we daar... Dat we daar een halve seconde? Half minuut? Halve seconde? Half minuut. Een halve minuut om het en te knippen. Ja, lekker moeilijk. Oké, we hebben de kleurtjes hier liggen. Ik gebruik deze, Kim gebruikt die. We hebben allebei een sponsje, deze, waarmee je de nagellak gaat aanbrengen. 45 seconden, hè? Are you serious? Ja, dat is echt niet te doen. Oké, go. Holy shit, hoe maak je hieruit een hartje? Ja, ik heb hetzelfde. Wat? Ik heb een plakband gewoon helemaal kapot geknipt. Nog 10 seconden, net. Ja, joh. Nee, girl. Plakbandje. Gaat me lukken, hoor. Oh mijn god, ik heb nog niet eens een hartje geknipt. Dit is een hartje. Ik heb niet eens een hartje kunnen knippen. Dit is niet te doen. Nee. Dit is echt niet te doen. Nee. Dit is gewoon niet...
te doen. Oké, we hebben alle drie de tutorials gedaan. Nou ja, wat vonden we ervan? Helemaal goed. Nee, op zich, die Hello Kitty was op zich nog wel te doen. Ja, maar dat was ook wel heel simpel. Dat kan je kinderen uit groep 4 laten doen in 1 seconde. Voor mij was het niet echt heel mooi hoor. Ik vond het wel leuk. En ik vond de haar tutorial, ik denk dat dat in principe nog best wel kan hoor. Ik denk, ja. Het was niet lelijk. Maar deze nagel tutorial, dat is niet te doen. Wat? Maar ja, dus eigenlijk vind ik dat wel leuk met dit soort challenges. Dat je eigenlijk kan zien van dat, ja, tutorials eigenlijk veel moeilijker zijn dan ja, ze lijken. Echt, gewoon. En ja, dat is gewoon bij deze video weer bewezen. Ja. Want ja, het is mij niet eens gelukt om er mijn hartje te knippen. Nou, dat zegt denk ik al genoeg. Ja, dit was de video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Het was een soort van zelfbedachte challenge. Wij vonden het wel in ieder geval heel erg leuk om ja, te doen. Ja, ik ook. Als jullie dit vaker willen zien, laat het vooral even weten. En dan kunnen we misschien met andere DIY's of andere tutorials. Misschien ook met hacks of zo. Weet ja, ik veel. Cool. Bedenk iets, jullie zijn altijd wel creatief, dan kunnen we misschien een vervolg hiervan maken. Ja. Op Kim, haar kanaal, hebben we ook een video gemaakt. Hier hebben we de Backwards Challenge gedaan. Ja, echt. We lagen helemaal stuk. Het was nice. Je moet hem echt kijken. Hij zal beneden hier in de beschrijving staan of bij het informatie-ietje dingetje. Hier zo in het scherm waar je op kan klikken. Dan ga je ook naar de video toe. Wil je nog iets zeggen? Bedankt voor het kijken. En dan zie je snel weer. Doei doei! Doei.